het feit dat een dorp blijft. Een vitaal dorp waar gewoon dingen georganiseerd worden. Maar we maken ons wel een beetje zorgen, want u heeft allemaal wel de krant gelezen. Er zijn hier heel veel vrijwilligers, maar volgens mij, Rob, ben jij de enige organisator eigenlijk. Ja, voor de jaarmarkt in principe wel. Het gaat wel namens de OVA. Maar die jaarmarkt doe ik al zo lang, dus het gaat een beetje op de automatische piloot. Dus wij doen het wat makkelijker. En alleen werkt het ook wel makkelijk. Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik had, hè. Van, komt het nou dat niemand met je mee wil werken? Of dat jij niet zo goed kan samenwerken eigenlijk? Nou, dat kan het ook wel zijn, want ik ben niet zo heel erg makkelijk. Maar het lukt nog steeds iedere keer. Oké, maar we zijn dus afhankelijk voor een deel van Rob. Laten we eerst dan maar eens beginnen met Rob een groot applaus geven voor de organisatie. Dankjewel. Maar natuurlijk heeft Rob wel heel veel vrijwilligers georganiseerd voor vandaag om dit allemaal mogelijk te maken. Laten we al die andere vrijwilligers dan ook een hartelijk applaus geven. We hebben een fantastische omzet. U een lege portemonnee aan het eind van de dag. En niet al te dronken. En dat u vanavond heel tevreden naar bed gaat met z'n allen. Ik verklaar hiermee de jaarmarkt voor geopend. Dankjewel. Aanpakken, ben je klaar. Ik geef het dadelijk in een kleine pot voor 3 euro, de grote pot voor 5 euro. Dus alleen als je de grote pot koopt, doe je daar die kleine voor 3 de gratis bij. Ben je echt een paar jaar voor al je kleuren leer. Bankstellen, jassen, tassen, ook je nu. Ik zag nu dat ik het